ja, het voelt heerlijk. Echt heerlijk. Sowieso ook, als ik hier zo achter me kijk, dan zie ik het veld. Je ruikt het gras weer. Het is gewoon heerlijk. Alles is goed verlopen. Alles is, ik ben nog in leven. En, ik voel me gewoon top. Gaat het goed met je nu? Ja, het gaat steeds beter. Het gaat steeds beter. Ik voel me steeds gezonder ook. Steeds krachtiger worden. Ja, en na zoiets dat je dan nog hebt overleefd, kan ik me alleen maar goed voelen, denk ik. Wat heb jij zelf meegekregen van die maandagavond met Jong Ajax? Niet veel. Niet veel. Het is gebeurd en ik kan je niet zeggen hoe het is gebeurd of waar het is gebeurd. Ik ben gewoon ingestort en ik werd wakker in de ambulance. Dus ik heb er niet veel van meegekregen. Dat is het eerste wat je je kan herinneren van die avond, dat je in de ambulance... Ja. Je had niet in de gaten dat het zo ernstig was? Nee, helemaal niet. Ik ging die avond dat ik in het ziekenhuis lag, ging ik gewoon nog grapjes maken. Maar later, een paar dagen daarna, drong het een beetje tot me door wat er echt gebeurd was. Ja. En wat dacht je toen? Ik dacht, ja, blij dat ik nog leef. Blij dat ik nog leef. Ja, je geopereerd alleen zo. Je bent de dag daarna ben je naar Amsterdam gegaan, hè? Naar het AMC. Hoe is het? Je hebt iets meer dan een week in het ziekenhuis gelegen. Hoe is die week gegaan? Ja, het is toch is goed verlopen. Ze hebben allerlei onderzoeken gedaan. En ja, natuurlijk, liever niemand wil in het ziekenhuis zijn. Maar als ik kijk hoeveel steun ik heb gekregen, hoeveel kaartjes zijn opgestuurd, bosjes, bloemen, mensen die zijn langsgekomen, ja, echt, zo'n tranen in je ogen van te krijgen. In de week dat je in het ziekenhuis zag, heb je nog iets meegekregen van wat er in de media allemaal voor berichten zijn verschenen? En op... Ja, ik heb niet superveel meegekregen, maar ik heb wel gezien hoe de supporters hier ook hebben gereageerd op het voorval. Alleen maar positief. Ik had AT5 gekeken, zag ik ook die supporters en die spelers hadden een hele spandoek voor me gemaakt met die Vendersterkte. Ja, dan waren ze in Madrid, hebben ze een belangrijke wedstrijd tegen Real Madrid. Zie je toch nog dat ze even een momentje pakken voor mij alleen, dat ze met z'n allen lopen te klappen voor me. Nogmaals, het is echt om tranen van te krijgen. Dus, Dat heeft je echt goed gedaan. Ja, dat heeft me echt goed gedaan. Lekker, knikken. Hoe is het? Goed, hoor. Ja, man. Ja, gaat beter, man. Gaat beter, man. Dus daarom zou ik iedereen willen bedanken die me heeft gesteund. Alle fans, medespelers, andere clubs, familie, vrienden, supporters. Ajax, iedereen, echt iedereen die me heeft gesteund, wil ik jullie uit de grond van mijn hart wil ik je bedanken. Jullie hebben me er echt bovenop geholpen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor alle steun. Oh, dat ben je petje. Is uiteindelijk de oorzaak bekend geworden? Nee, het was, ze hebben niet echt iets kunnen vinden. Het was een hartritmestoornis, maar ze konden niet echt de oorzaak vinden waardoor het uiteindelijk is gebeurd. En ik heb begrepen dat ze nu een ICD bij je hebben geplaatst? Ze hebben nu een ICD geplaatst. Eigenlijk om een voorzorgsmaatregel. Om te voorkomen. Nou, voorkomen. Maar stel afkloppen, het zou een keer voorkomen. Dan neemt het klein kastje het gewoon over. Dus ze hebben niet echt iets kunnen vinden. Maar ze hebben wel iets geplaatst om zeker te zijn dat ik er dan goed vanaf kom. En dat wil zeggen dat je ook verder kan blijven voetballen? Ja. Ja. Natuurlijk was ik blij dat ik leefde, maar dat was ook echt een van de belangrijkste dingen. Uiteindelijk, ik ben een sportman en voetbal is bijna het enige wat ik kan. Dus ik was super blij toen ik hoorde dat ik weer kon voetballen. Goed, man. Niet meer terug? Nee, man. Klaar niet? Ik zal lachen meer, man. Oké. Pak al, hè? Wat? Are you playing? No. Are you playing? Zeg hem af. Ik heb met die dokter gesproken. Ik heb gewoon gezegd van luister, je kan gewoon op... hoog niveau door blijven voetballen, op het niveau waar je nu bent. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Hey, hoe is het dag? Goed, Halim. Goed is het? Ja. Zo mooi om te zien. Ja, wat ga je de komende paar dagen doen? Ik hè? Veel rusten. Ik moet veel rusten. Ik moet wel veel lopen ook, maar ze hebben ook gezegd, neem je rust goed. En dat is eigenlijk gewoon je rust pakken. En wanneer je je goed voelt, kan je misschien even rustig alles weer gaan opbouwen. Maar voornamelijk gewoon veel rust en goed eten. Ja, zo.
Wanneer mag je je weer bij Ajax gaan melden? Volgens mij zou het ergens... ja, het lag iets meer, een beetje meer aan mezelf. Natuurlijk, het is toch een klap geweest. Dus je moet rustig weer opbouwen. Maar het gaat een beetje meer hoe ik me voel.